Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Marilisa en ik ga jullie weer meenemen door mijn weekboodschappen. Ik heb weer voor de hele week boodschappen besteld bij de Jumbo. Ik kon zowaar een timeslot vinden dat ik en de boodschappen kon ophalen en dat ik niet 2 weken van tevoren moest plannen. Bonuspunten. Dus ik heb voor een hele week boodschappen besteld. Kleine disclaimer bij deze hele video. Het is niet heel veel. En dat komt omdat vandaag en morgen ik avonddiensten heb. Dus dan eet ik heel simpel en Pascal is dan leftovers uit de vriezer. Er is 1 dag dat we sowieso naar de McDonald's gaan. En er is 1 dag dat ik in ieder geval samen met de kinderen bij mijn moeder eet. En dan hebben we nog een keer friet. En dus dat is het. Maar ik ga jullie gewoon mee naartoe nemen. Vinden jullie dit soort video's leuk? Geef dan deze video een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer video's. En dan gaan we gewoon beginnen met de boodschap. Zoals gezegd, het avondmaaltijdgedeelte is heel klein. Dan hebben we nog een beetje vriezer en 3 lantijntjes. En dit is fruit en snacks. Dat hadden we dus wel echt weer nodig. Dat had ik vorige week natuurlijk ook flink ingeslagen. Maar ik eet dus 2 avonden niet thuis. Dus ik heb wat salade. Ja, ik eet salade met Sam. Dat ga ik meenemen. Dus die ga ik even onderdoor en oppakken. En Pascal die eet een keertje lasagne. Hij eet een keertje leftover macaroni. Dat gaan we ook nog maken. Kijk, macaroni. Zo. En waarschijnlijk eet dan een keertje of wat van de wraps. Of een pizza die nog in de vriezer ligt. Of hij eet broccoli sample wat nog in de vriezer ligt. Of hij eet... Noem maar op, er ligt nog genoeg eenmaalsporties in de vriezer. Maar ik heb dus 2 zakken Focus. Ja, Italiaanse roerbakmix. Want er was een aanbieding van voor 2. Dus die heb ik meegenomen. Kunnen we 1 keer gebruiken voor de pasta. Zijn macaroni, zijn spaghetti. Wat ik ga maken. En ik kan het 1 keertje in de vriezer gewoon gooien. Dat ik het altijd heb. Gehakt heb ik ook nog in de vriezer liggen. Dus ik heb alleen maar een potje saus. En wat kaas gehaald. Pascal eet zoals gezegd een keertje lasagne, dus daar heb ik een klein lasagne dingetje voor meegenomen. We eten een keertje wraps. Ik heb nog kip in de vriezer liggen, dus we doen het gewoon met kip eten. Ik heb extra veel wraps besteld, want ik vind het ook altijd lekker met een eitje. Als je het eitje overheen doet en dan wrap erop en dan omdraai je een eierwrap. En ik heb ook nog courgette, paprika en wortel geraspt gemaakt, net als vorige week. Dat is nog een beetje van over. En ik heb zelfs nog alles van alles 1 dingetje. Dus dat kan ik dan ook maken voor de lunches. Kinderen vinden het lekker met chocopasta en met kaas. Je kan er tossies van maken. Met quesadillas. Noem maar op. Het is altijd handig om het voorraad te hebben. Ik heb kippenbouillonblokjes. Dat is heel random. Heb ik volgens mij niet echt deze week per se nodig. Maar ik heb hem vorige week opgemaakt. We zouden eventueel hier ook nog een keer risotto mee kunnen maken. Want ik heb nog risotto rijst. Ik heb nog courgette. Ik heb nog paprika. Ik heb nog sperziebonen. Noem het maar op. Overigens heb ik voor de wraps ook nog heel veel maïs en zwarte bonen en kidneybonen en kikkererwten. En dus die vulling is ook wel compleet. En nou ja, roomboter extra, want het gaat op het brood. En we gaan nog koekjes bakken van de week. Nou ja, de ijsbergsla voor mijn salaris met de zalm. Extra komkommertje erbij. Ik heb ook nog hummus liggen. Is ook lekker met wraps. Wrap met hummus, tomaat en komkommer. Dat is ook allemaal goed. Ik heb ook nog tomaat liggen. Vorige week heb ik ook redelijk ingeslagen. Ik heb nog wat extra bakjes geboren van Smuldier. Met pens en vlees en hart en zo. Hij moet nog een beetje aankomen. Dus af en toe geven we deze er extra bij. Ik denk wel dat het de laatste keer is dat ik dit hoef te kopen voor hem. Mijn vriezer ligt nog behoorlijk stakt voor hem. Dus dat komt goed. Een blokje kaas. Kroketten, want die zijn opgegaan met de frietdag vorige keer. Dus die haalt hem even wat extra's. Een heleboel brood voor de kinderen. Ik heb er blijkbaar 4 besteld. Ik had denk ik ook wel met 2 kunnen toekomen. Want ik geloof dat er nog 1,5 in de vriezer ligt. Maar aangezien we dit weekend 4 kinderen hebben, geeft het ook niet zo heel erg. Dat zal wel loslopen. We horen het gewoon in de vriezer. Dan nog drinken. Cola Light, Crystal Clear, siroop voor de kinderen. Bij de Jumbo is nog steeds de actie voor 4 Crystal Clear voor 5 euro. Dus die neem ik dan altijd maar gelijk 4 van mee. Siroop is echt helemaal op. Dan heb ik, ik geloof dat 3 voor 5 euro is voor seizoensfruit. Dus heb ik een zakje appels en 2 keer rode druiven. Want anders was het blauwe bessen of zo. En, nou, niet goed. En ik heb wel losse witte druiven dan erbij gedaan. En dat was een aanbieding voor 2 doosjes aardbeien. Ik ga zeggen ook voor 5 euro, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dan wat bugelchipjes weer. En dan die kleine zakjes, die vinden we ook altijd heel makkelijk. Dus die hebben we dan ook. En dan nog meer ongezonde dingen. Bessonjekoeken. Deze kreeg ik het verzoek van Logan. Hij pakte de laatste en zei, oh man, deze zijn zo lekker. Wil je die weer meenemen van de winkel? Dus dat heb ik netjes gedaan. En ik heb ook maar gelijk de andere variant meegenomen. En dan nog koekjes, winnenkoekjes, trommel. Wij eten best wel veel koekjes als ik het zo zie. Maar goed, hè.
En dat was het allemaal alweer. Zoals altijd zet ik onderin de beschrijving neer wat we ongeveer per avond gaan eten. En als ik bepaalde receptjes gebruik, link ik daar ook naartoe. Dus mocht je nog inspiratie nodig hebben, kijk daar dan eventjes. Vergeet deze video geen duimpje omhoog te geven en te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik je in de volgende video. Doei!